Hanna en Thibaut wonen in deze huisjes. Ze zijn buren, maar ook superbeste vrienden. Hanna heeft een fiets en een hondje. Ze doen samen superleuke dingen met elkaar. Thibaut staat op en danst in de living. Thibaut eet cornflakes en chocola. En ook, ze drinkt een beetje koffie en je wordt dikker van. Hanna is in de badkamer. Ze wast ze en ze doet dan ze en ze droogt ze dan af. En dan doet ze ze kleedje aan. En het is een speciale dag vandaag. Ze is jarig en ze gaat naar de dierentuin en ervoor eet ze nog een beetje pupcakes. Hanna poetst zijn tanden en is bijna klaar om te trekken. Mama rijdt met de auto. Ze gaat naar de dierentuin. Thibaut en Hanna zijn blij en ze zeggen joepie. Hanna en Thibaut zijn er. En die zien gorilla. En een pinguïn, en een houtvis, en een olifant, en een buffel, en een kikker. En die zitten over een hekje, en die mogen aaien, en de meneer heeft eten, en eentje diertje is jarig. En de buffel is jarig zelf. Hanna en Thibaut, die komen langs bij de olifant en de olifant spuit water. Het hondje schrikt en er komen wolken langs. Het hondje schrikt en de plots doet zij kakken en dan trapt de olifant erin. De hond loopt verder naar de regenboogslang. De hond is bang van de regenboogslang. Ze doet een kakadrol op de hond. En de regenboogslang gaat ontsnappen. Hanna en Thibaut zoeken waar het hondje is en ze zijn bang omdat ze weg is. Ze zoeken achter de boom, maar vinden hem niet. En ze denken dat hij een eitje had, maar ze kijken achter de struiken en ze zoeken ook achter de bloemen, maar ze vinden hem niet. En ze horen woef, 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 maar hij zit achter de eerste boom. Hanna en Thibaut gooien met de bal en ze zijn zo blij dat het hondje terug is. Ze hebben honger. Ze gaan met de auto naar het restaurant. Het was een restaurant waar ze naartoe was. En er waren veel vriendjes van Waffie. En daar waren ze pizza eten en kaas in eten. En worstjes in eten en ook een ijsje in eten. Hanna eet eieren van aapjesmaak. Hij eet ook een yoghurt, een frietjes, een appelmoes,
Nee, hij drinkt chocomelk. Ja. Hondje eet van de ronde ijsje en hij wil ook van de andere mensen. De kok is boos omdat het hondje een ijsje op de grond eet en de kok zegt, hondje, ga nu naar huis. Wolf is weg, die gaat alleen naar huis. Geen boer en vormen, geen boer zijn gesproken, dat Wolf weglopen is en ze lopen snel naar huis. Ze vinden Wolf terug thuis. Iedereen gaat slapen, slaap wel.